Hoe gaat jouw Instagram-post geschiedenis schrijven? Dit is de Universiteit van Nederland. Nou, dank jullie wel. Ja, inderdaad, hoe gaat jouw Instagram-post geschiedenis schrijven? Om maar gelijk de daad bij het woord te voegen, wou ik beginnen met een maken van een Instagram-foto van jullie. Dus als jullie allemaal een soort van zouden kunnen lachen of niet, dat mag je natuurlijk zelf weten. Zo, dan ga ik die nog heel even snel online zetten. Ik ben zeker niet de enige die vandaag een Instagram-foto heeft gemaakt. Hè. Op het platform Instagram verschijnen vandaag ongeveer 95 miljoen nieuwe afbeeldingen. En ook op Facebook komen ongeveer 350 miljoen nieuwe afbeeldingen komen erbij. En tijdens mijn praatje, wat ongeveer 10 minuten zal duren, verschijnen er op beide platforms dus ongeveer 4,6 miljoen nieuwe afbeeldingen. En omdat we in toenemende mate dus met dit soort beelden communiceren, denk ik dat het steeds belangrijker wordt dat we deze enorme beeldenstroom ook kunnen gaan analyseren. En dat is nog eigenlijk helemaal niet gemakkelijk, hè? Want een beeld zegt eigenlijk nog altijd meer dan 1000 woorden. En voor mij drukt dat spreekwoord vooral uit dat de betekenis van een beeld eigenlijk veel minder eenduidig is dan de betekenis van tekst. En dat komt vooral omdat we tekst eigenlijk altijd nodig hebben om de betekenis van een beeld te achterhalen. Denk bijvoorbeeld aan hashtags die ik onder mijn foto van een klein deel van jullie zou kunnen zetten. Ik kan er een hele positieve boodschap aan meegeven door er bijvoorbeeld onder te zetten hashtag volle zaal, hashtag zin in. Maar ik kan er ook een wat negatievere boodschap aan geven door er wat onder te zetten, namelijk hashtag volle zaal, hashtag veel mensen, hashtag eng, hashtag ah, een beetje zoals ik me op dit moment meer voel. Nou, die beelden zijn voor ons dus een vrij gewone manier om iets over onszelf en de wereld om ons heen te vertellen. Maar ik denk dat het belangrijk is dat we ons realiseren dat die massale aanwezigheid van beeld, dat het eigenlijk een relatief nieuw fenomeen is. En als historicus denk ik dat als we onze eigen met beelden gevulde wereld beter willen begrijpen, dat we dan eigenlijk terug moeten gaan naar de wortels van dit proces. En daarom doe ik onderzoek naar de enorme toename van het beeld in de vroeg 20e eeuwse Nederlandse pers. Dus wat betekende eigenlijk die enorme toename voor de manier waarop onze voorouders via de media de wereld zagen en konden begrijpen? Nou, een enorm probleem bij dit soort onderzoek is eigenlijk al snel de enorme hoeveelheid afbeeldingen die we hebben. Aan het begin van die 20e eeuw neemt het aantal afbeeldingen razendsnel toe. En het gaat al snel om enkele honderdduizenden foto's en illustraties. En hoe kan je daar nou eigenlijk in die enorme hoeveelheid beelden daar patronen in herkennen? En er misschien ook wel die enorme beelden tegelijkertijd analyseren? Nou, voordat ik daar antwoord op ga geven, wil ik jullie eerst even mee terugnemen naar hoe historici vaak onderzoek hebben gedaan naar beeld tot nu toe. En omdat ik heel erg fan ben van treinen, deed ik ooit onderzoek hoe 19e-eeuwse tijdschriften treinongelukken afbeelden. En ik kan jullie misschien nog een keer uitleggen waarom dat heel belangrijk en interessant onderzoek is, want dat is het echt. Maar daarvoor zat ik in het archief, bladerde ik urenlang door dit soort tijdschriftenboeken. En dan was ik op zoek naar, en dan moet ik even kijken of ik dat goed kan laten zien, of jullie het een beetje kunnen zien, maar naar dit soort afbeeldingen, dus van een mooi treinongeluk. En ik vond er nog een hele hoop andere ook, zoals bijvoorbeeld deze, mijn allerfavorietste aflevering van een kudde olifanten die eigenlijk een trein aanvalt. Of deze, een afbeelding van het ongeluk waar de Engelse schrijver Charles Dickens een posttraumatische stressstoornis aan overhield. Nou, tijdens dat urenlange bladeren door die afbeeldingen, door die tijdschriften, dacht ik eigenlijk wel van, jee, kan dit nou eigenlijk niet makkelijker? Zou een computer me eigenlijk niet kunnen helpen bij het vinden, maar ook bij het analyseren van dit soort beelden? Nou, gelukkig is het antwoord, en dat hadden jullie misschien al een beetje verwacht, maar het antwoord is ja, dat kan. Dus voor mijn onderzoek naar die vroeg 20e eeuwse pers maak ik gebruik van een computer vision techniek, een zogenaamd convolutional neural network. En dat is eigenlijk een variatie op een deep neural network, een term waar jullie misschien wel eens een keer van gehoord hebben. Nou, we kunnen zo'n netwerk gebruiken om eigenlijk in een hele grote hoeveelheid afbeeldingen een bepaald soort type afbeelding te vinden of op deze afbeeldingen objecten of personen te herkennen. Nou, hoe werkt zo'n netwerk? Nou, dat is extreem ingewikkeld en ik moet eerlijk zeggen ook zeker extreem ingewikkeld voor een alfa zoals ik ben. En gelukkig krijg ik hulp bij mijn onderzoek van Willem-Jan Faber, hij zit hier ook in de zaal,
een onderzoeksprogrammeur bij de Koninklijke Bibliotheek. En Willem-Jan die vertelde me ooit, als je wil begrijpen hoe zo'n netwerk werkt, dan moet je eerst begrijpen dat een computer helemaal geen afbeeldingen kan zien. Een computer is alleen maar heel erg goed in het analyseren van cijfers. En dat komt mooi uit, want voor een computer bestaat een afbeelding ook uit cijfers, hè? Dus het is opgebouwd uit kleine pixels. En voor een computer heeft, dus er kleine puntjes, en voor een computer heeft bij al die pixels een waarde tussen de 0 en de 255, die hun intensiteit aangeeft. Nou, hoe kunnen we nou een computerprogramma leren om in deze enorme hoeveelheid cijfers, om daar patronen in te herkennen die voor ons een bepaald visueel iets representeren? Zoals bijvoorbeeld het portret van een politicus of een afbeelding van een trein. Nou, het eerste antwoord van computerspecialisten was eigenlijk, we moeten computers leren om meer te kijken zoals mensen dat doen. En hoe herkennen mensen nou eigenlijk een object op een afbeelding? Nou, zoals jullie hier kunnen zien op een afbeelding van een trein. Wij herkennen een trein, een oude trein in dit geval, omdat die bestaat uit een aantal wielen. Hè. We zien dat die een aantal specifieke kenmerken heeft, zoals een aantal wielen. En omdat het een oude trein is, misschien ook een schoorsteentje voor de rook. En eigenlijk gingen vroege vormen van computer vision gingen op zoek naar een combinatie van dit soort specifieke vormen die vooraf door een mens bepaald waren. En we zeiden dan bijvoorbeeld tegen het computerprogramma van, computerprogramma, als je een cilindervorm ziet met daarachter een ruitvorm en daaronder een aantal wielen, dan gaat het om een trein. Nou, en Snapchat die maakt nog steeds gebruik van dezelfde techniek om je rare oortjes te kunnen geven of een hoed. Want het ziet je gezicht eigenlijk, of het herkent je gezicht, omdat het bestaat uit een aantal specifieke vormen in een combinatie van een aantal specifieke vormen. Nou, een groot probleem bij deze techniek is wel dat foto's een enorme variatie vertonen. Hè? Dus als die afbeelding van een trein, als we die niet van de zijkant hadden gefotografeerd, maar recht van de voorkant, dan had die computerprogramma nooit die cilindervorm gezien. Dus had hij hem ook nooit gezien dat het een afbeelding van een trein was. Nou, nieuwe vormen van computer vision, dus die zogenaamde convolutional neural networks, daarin gaat een algoritme eigenlijk zelf op zoek naar de specifieke kenmerken van, in ons geval, een trein. En het koppelt deze kenmerken ook een beetje aan elkaar op dezelfde manier zoals ons eigen gezichtsvermogen dat ook doet. Nou, hoe werkt dat nou uiteindelijk? Om te beginnen stoppen we een aantal afbeeldingen van treinen in zo'n convolutional neural network. En wat er dan gebeurt, is dat het netwerk daarop een aantal bewerkingen gaat uitvoeren die we niet geheel verwonderlijk convolutions noemen. En dat moet je je voorstellen als een klein rood schermpje dat over de afbeelding heen gaat en die de waarde van het pixel in het midden verandert op de waarde van de pixels die er omheen staan. En daardoor ontstaat er eigenlijk een andere afbeelding waarop bijvoorbeeld het contrast, dus het verschil tussen licht en donker, of juist de rechte of kromme lijnen heel duidelijk naar voren komen. En Instagram maakt ook gebruik van eenzelfde soort techniek voor de filters die je over je foto's kan heen leggen. Dus die ik zo ook nog even over mijn foto van jullie zal heen leggen. Nou, wat een netwerk vervolgens nog doet, is dat het een aantal van die convolutions samenvoegt in wat we een laag noemen. En in die laag gaat het eigenlijk op zoek naar de specifieke kenmerken van het ding dat we willen herkennen. Dus het vindt bijvoorbeeld in ons geval de specifieke kromming van een treinwiel. Nou, die lagen, en dan zijn we bijna klaar hoor, die verdelen we ook nog eens onder in drie niveaus. Een laag, een gemiddeld en een hoog niveau. En in de laagste niveau, tenminste ik hoop dat jullie dat een beetje kunnen zien, zien we nog maar heel erg duidelijk eigenlijk de basale eigenschappen van de kenmerken die het algoritme gevonden heeft. Dus vooral die contrastverschillen. Maar in de hoogste lagen zien we al heel veel duidelijker de contouren van het ding dat we uiteindelijk willen herkennen. Nou goed. Uiteindelijk combineert het neural network combineert input uit al deze lagen en krijgt het eigenlijk een heel erg duidelijk beeld van een trein. En we kunnen het vervolgens vragen, als we het netwerk dus getraind hebben, zoals dit heet, kunnen we het vragen om dit beeld van een trein te vergelijken met een hele hoop andere beelden en hieruit afbeeldingen van een trein vervolgens weer te halen. Nou, het belangrijkste aan zo'n netwerk is uiteindelijk dus dat je eigenlijk onthoudt dat we niks meer van tevoren aan zo'n algoritme hoeven te vertellen, maar dat het zelf op zoek gaat naar vele duizenden, misschien wel specifieke kenmerken van een ding dat we willen herkennen met behulp van kunstmatige intelligentie. Nou goed, terug naar mijn historisch onderzoek. Die convolutional neural networks die zijn extreem handig om de afbeeldingen van de vroeg 20e eeuwse pers eigenlijk te analyseren en ook in het begin eerst te categoriseren en vervolgens ook te analyseren. We kunnen bijvoorbeeld al die afbeeldingen filteren door er bijvoorbeeld alle portretten uit te halen. Of we halen er alle politieke cartoons uit.
Maar we kunnen het netwerk ook vragen om bepaalde afbeeldingen te vinden die een bepaald onderwerp hebben. We hebben bijvoorbeeld een afbeelding van menigtes, dus een grote groep mensen bij elkaar. Nou, ik kan deze techniek weer gebruiken om op zoek te gaan naar treinongelukken. En dat doe ik eigenlijk door vervolgens nog die gecategoriseerde afbeeldingen te koppelen aan de tekst waar die afbeeldingen oorspronkelijk bij stonden, dus de artikelen. En dan kan ik bijvoorbeeld zoeken naar gecategoriseerde afbeeldingen die gecategoriseerd zijn als een menigte. En daarbij zoek ik ook nog naar trein en spoorwegen in de bijbehorende tekst. Net zoals dat uiteindelijk de betekenis van een Instagram-foto voor een groot deel bepaald wordt eigenlijk door de hashtag of de tekst die eronder staat, zo zorgt ook die koppeling van gecategoriseerde afbeeldingen aan teksten voor dat we eigenlijk die betekenis van, van afbeeldingen in de vroeg 20e eeuwse pers veel beter en op een veel grotere schaal vooral ook kunnen analyseren. En hoewel historici in het verleden zich vooral hebben gericht op de interpretatie van tekst alleen, denk ik dat we zeker in de toekomst veel beter zullen moeten worden in het analyseren van dit soort beeld-tekst-combinaties. En eigenlijk zijn convolutional neural networks en andere technische hulpmiddelen zijn hierbij onmisbaar bij dit soort onderzoek. En dat betekent helaas misschien voor alpha-historici ook ervoor dat we technischer moeten zullen worden, of in ieder geval veel beter in staat moeten zijn om met technische mensen samen te werken. Want terwijl de sporen van jullie voorouders in de 19e eeuw waarschijnlijk vooral zullen bestaan uit een stapel brieven, zullen onze eigen sporen in het archief steeds meer bestaan uit beeld-tekstcombinaties. En iedereen die in deze zaal een Instagram-account heeft of een Facebook-account, is dus ook dagelijks bezig met het maken van een beeldarchief voor de historicus van de toekomst. En onze foto die we aan het begin van mijn plaatje hebben gemaakt, is daar alvast onderdeel van. Nou, namens mijn toekomstige collega's alvast hartelijk dank daarvoor. En jullie ook heel erg hartelijk dank voor je aandacht.